ik had een idee om een bestaand nummer of thema of schema, in ieder geval bij jullie zeer herkenbaar, om dat eens aan te pakken, aan te grijpen, om daar dus een jam overheen te maken. En dan met name ook eens gaan experimenteren met feel en opvatting. Want je kunt iets op 100 verschillende manieren spelen. Wat zullen we doen, mannen? Chicken hadden we het over, hè? Wie van jullie kent het nummer? The Chicken? Het is geen vogelgriep, nee. The Chicken, bekend nummer. En we gaan gewoon even een stukje spelen van het nummer en dan leggen we het even stil. En dan gaan we eens kijken of we het in een totaal andere opvatting kunnen neerzetten. En nou, gewoon maar eens kijken wat er gebeurt. We spreken niks af, we zien het wel. Ik heb een ideetje. Als we misschien dit stuk niet zo'n heel geschikt stuk, maar als over de ritmische patroontjes. We hebben nu, wij lopen nu ook af en toe van wie gaat de ritmiek spelen en wie gaat dingen neerleggen, wat dan ook, wie melodie. Als we daar eens mee gaan stoeien, dat jullie met z'n tweeën gewoon een ritmisch patroon inleggen in, maakt niet uit wat voor schema, ik kan gewoon ditzelfde schema aanhouden. Misschien een iets langzamer tempo om het duidelijker te maken. Mm-hmm. En dat wij om de beurt eerst leg ik liggen de akkoorden neer, jij ritmisch patroon erop, wat anticipeert op wat zij doen. En daarna gaan wij ook op elkaar anticiperen ritmisch. Dus dat we dat ene en de andere gewoon de tegenovergestelde patroontjes doet, bijvoorbeeld. Mooi, hè? Mooi, hè? Met z'n tweeën even alleen hetzelfde patroontje. Ja. 2, 3. Dus hij begint na de tel. Ta, ka, ta, ta. En ik begin op de tel. 3 en ta, ka, 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 ka. Thank you.
Zo kun je dus voortdurend allerlei leuke patronen, ritmische grapjes, ritmische dingen verzinnen die elkaar dus aanvullen. Het is eigenlijk hetzelfde wat Sietse onderling ook doet met zijn hi-hat en zijn snap. Precies. Dat gaat heel veel om. Precies. Ja, klopt. Maar goed, je kunt hem inderdaad, je kunt ontzettend spelen met opvatting. Je kunt hem in een achtste opvatting neerzetten. Zullen we dat eens proberen? 1, 2, 3. Zestiende opvatting. Geshuffelde opvatting. Of in stijlen, bijvoorbeeld een reggae-opvatting. Reggae-opvatting geshuffeld. Rockabilly opvatting. Het blijft leuk, hè? Of totaal iets anders, een Latin-opvatting. Wat voor Latin? Doe maar een sambaatje. Samba? Een bossa-opvatting? Een bossa-opvatting?
enzovoort, enzovoort. Ik zou zeggen een punkopvatting, maar dat doen we niet. Nou, zo hoor je dus, dit zijn allemaal thema's die je kunt gebruiken. Een opvatting. En alles wat je doet op het gebied van improvisatie, of het nou een solo is, of het nou een stijl is, je kunt er is heel veel speelruimte. Er is echt heel veel speelruimte om dingen te doen. En je eigen creativiteit en het collectieve creatieve gevoel en de vibe en de energie die je dus probeert te zoeken met elkaar, die is daarin natuurlijk leidend in hoe ver het kan gaan en waar het naartoe gaat. En het is natuurlijk ook niet altijd even wenselijk. Maar het gaat hier over improvisatie. Maar je hebt ook, laten we het maar even zeggen, improviseren in de beperkte ruimte. Ja, dat bedenk ik nu even hoor, die term. En wij spelen allemaal ook bij bestaande bands en artiesten en dergelijke. En soms dan moet je gewoon een liedje spelen van voor naar achteren. En dan speel je een vast en strak arrangement. Gewoon echt een liedje. Zoals het op de plaat staat. En er zijn hele kleine mogelijkheden om dus kleine situaties net even anders neer te zetten. Als dat kan. Als dat mag. Dus out of the box denken, maar dan in de box, zeg maar. Wat zeg je? Ja. Out of the box, in the box. Voor een gitarist zou dat een feature op de gitaar zijn. Een gitaarsolo of een pianosolo. Maar improviseren is eigenlijk een middel waar je eigenlijk niet altijd even goed gebruik van kunt maken. Behalve dan dat je hele kleine nuances kunt aanbrengen in je eigen spel. Die net even jouw signatuur geven, net even die identiteit geven. En dat het dus bepalend is voor hoe jij klinkt. Want je kan iets op heel veel verschillende manieren spelen. Dan komt het aan op sound weer, op stijl. Maar wat belangrijk is dat je het arrangement speelt. Dat je dus vanuit de discipline speelt. En waar het kan, waar het mag, zul je hele kleine kleuringen kunnen doen. Dus dan is de improvisatieruimte, die is heel beperkt. Dat kan in het geval van Jan-Peter kan het zijn dat hij een pianopartij speelt, maar dat hij net even een heel klein detail even toevoegt. Om het net even wat smeuger, wat smaakvoller te maken en wat rijker te maken. Ik weet niet of we daar even iets mee kunnen proberen. Nou, bijvoorbeeld Georgie Porgy of zo. Is dat een idee? Eigenlijk een liedje wat een hele duidelijke, strakke structuur heeft. En waar liggen dan de vrijheden, dus de improvisatiemomenten? Je hebt een vrij bepalende rol in de piano. Dat draagt het liedje echt heel erg. Dan zou je eens kunnen kijken dat je dus echt vanuit die discipline speelt wat je moet spelen. Maar dat je hele kleine, minimale, kleine fluctuaties, kleine tierlantijntjes zou kunnen spelen. Dat is misschien een voorbeeldje geven. Nou, wat ik net al probeer is ritmische dingen. Dus, Georgie, Porgie, Pud and Pie.
Precies. Kleine accentjes die dan even ertussen zitten om het iets meuger te maken al. Precies. Precies. Dus het zijn hele kleine details. Ja, Ronnie. Volgens mij geldt dat voor drums ook. En zoals ik al zei, drums en bas, die hebben een huwelijk. Dus die zitten vaak op dezelfde plek. Het is ook kijken dat je dus niet elkaar in de weg zit. Maar wat ik altijd regelmaat neem, is elke vierde maat en het liefst een rondje van twee. Dus dan heb ik 8 maten. En dan de 8e maat kan ik iets doen. Om want heel vaak is een popliedje ook bestaat uit een rondje van 4 of 8. Dan kan ik iets doen om het volgende stuk aan te geven of overnieuw van hetzelfde stuk. Dus maat nummer 4 of maat nummer 8. Dat is wel een soort, voor mij een vuistregel om in ieder geval niemand in de weg te zitten en duidelijk overgangen aan te kunnen geven. En ik geloof dat gevoelsmatig, hè, als je dan samen speelt, dan merk ik ook altijd, ziet ze zit op diezelfde plek. Die denkt, de volgende gedeelte. Terwijl de 8 maten daarvoor of die 4 maten daarvoor heel standaard alleen dat dingetje van 1 maat steeds heeft herhaald. Nou, dat geldt voor Bas ook enigszins. Laten we eens doen. Laten we met z'n tweeën doen spelen. 'Ik heb geprobeerd elke 8e maat iets te spelen en je merkt dat Sietse daarin meegaat. Of ik ga met hem mee, dat is net wie de aangever is. Ja, het is gewoon voelen. Daar gaan we weer naar het allerbelangrijkste waar volgens mij je muziek over gaat, is dat je gaat voelen. En dat wat je kunt en weet en beheerst inzet om dat gevoel vorm te geven op het instrument, in de muziek. Zodat het grote geheel dient en aanvult. En ja, dat is voor iedereen is dat gevoel natuurlijk anders. En iedere genre en iedere stijl vraagt ook vaak om een bepaald gevoel. En wij doen allemaal heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende projecten en stijlen. En dat vraagt de artiest of de persoon in kwestie waar je mee werkt, die vraagt om dat gevoel. Dus dat zul je dan ook moeten kunnen oproepen. Hè, het begrijpen waar de energie van de muziek, van de opvatting ligt. Dat is op dat moment de uitdaging. Kunnen spelen. Daar begint alles mee. Maar kunnen uitdragen en kunnen vertalen waar de muziek of het moment om vraagt. Dat is het verschil tussen, laten we zeggen, 5 jaar spelen en 25 jaar spelen. Dat is het niet te verklaren fenomeen, het gevoel. Ik bedoel, ga maar eens uitleggen hoe aan een vreemde die nog nooit een aardbei gegeten heeft, hoe smaakt een aardbei? Dat is een abstract gegeven. Je kunt zeggen, ja, het is zoet of het is weet ik veel. Dus het gevoel, dus de beleving, dat is een persoonlijk ding, maar dat door schade en schande, door ervaring en met name ook door smaak en liefde en de passie voor dat wat je doet, kun je dat ontwikkelen en kun je dat gaan gebruiken en inzetten in het geheel. En improviseren is daar natuurlijk dus een directe vertaling van het creatieve gevoel.